gebeuren. Dat zou echt te vreemd zijn. Ja, maar ook grappig. Ja. Hé, hey Anouk. Weet je... Anouk. Ja? Over vanmiddag, hè. Dat... Wat vanmiddag? Ja, op school. Je moet je echt proberen zo'n beetje te vriend te houden. Maar wat doe ik dan verkeerd? Ja, gewoon. Je doet zo... En ik vind het niet erg. Echt niet. Maar je gedraagt je soms zo vreemd. Ik snap het niet. Ja, je doet je afgezonderd en afwezig. En als wij over schoolfeest praten, dan begin jij opeens over boterbloempjes. En als we met z'n allen naar de film gaan, wil jij liever in je eentje naar een andere film? Maar ik vind die films van jullie kijken gewoon niet leuk soms. Maar je begrijpt toch ook wel dat je soms dingen doet omdat het gezellig met elkaar is. En vandaag ook weer. Het was de laatste schooldag en iedereen gaat vanavond naar Louis. Maar jij gaat niet mee omdat je een sjaal gaat breien voor je moeder. De sjaal die ze niet... Ja, het boeit niet dat je een sjaal breidt, maar ik zeg alleen dat je je zo afzondert, snap je? Ja, maar ik wil gewoon andere dingen doen. Maar ik vind het ook heel leuk met jullie, hoor. Ja, dat weet ik ook wel. Maar waarom ga je dan niet gewoon mee vanavond? Ja, ik weet niet. Misschien. Nou, mij lijkt het in ieder geval heel leuk. En kom op. Geen school meer. Dat is toch een feestje waard? Ja, misschien wel. Leuk. Maar ik meen het wel, hè. Ja, ik snap het. Hey. 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 Oké, Lin. Wat vind je ervan om vanavond een thema te gaan? Maar dan leuk. Dus jurkjes, sandra's, bloemenkransen, nagellak. En dan doe ik mijn nieuwe bloemenjurkje aan. En dan kun jij die met dat kant aan doen. Ja, leuk. Doen we, maar dan moeten we echt dezelfde nagellak op doen. Ja, wat een gezeik zeg. Ja, Horus, we zijn gewoon meisjes hoor. Dan kan het toch nog steeds gezeik zijn, ik bedoel. Anouk wordt hier nooit over. Nee, maar Anouk zou het liefst een biologische fairtrade jurk aan doen. Toch Anouk? Ik heb geen biologische fairtrade jurk. Het is maar goed dat je niet meegaat vanavond. Ik ga wel mee. Moet je geen sjaal breien voor je moeder of zo? Jawel, maar dat doe ik morgen pas. Dan kan ik met jullie mee naar het feest. Oh. Ja, dat kan niet. Waarom niet? Omdat het een datefeest is. Ik ga met Tom, jij gaat met Erik. Dan is er niemand meer over Anouk. Maar ik kan toch ook zonder date? Ja, dat kan. Als je bekend wil staan als een loner, ja. Sorry Anouk, je bent echt te laat. Ik ga echt nooit meer iemand vinden. Best zenuwachtig voor vanavond hoor. Ah joh, maak je geen zorgen. Ik vind het echt vet dat je het organiseert. Dus. Ja, ik ook. Je hebt echt een super leuke outfit. Ja, ik denk dat het feest wel echt vet wordt hoor. De muziek wordt sowieso geweldig. En ik heb ook meer drank in geslagen dan een Russisch dorp nodig heeft om de winter door te komen. jullie mag nog een cola. Ik ben mijn portemonnee vergeten. Ja, tuurlijk. Trouwens, heeft jouw vader die Land Rover eigenlijk nog binnengekregen? Ja, klopt. Hij heeft er nu een tijdje binnen, maar ja, eigenlijk doet hij er nog niet zoveel mee. Het zou me echt vet lijken als we een keer een ritje kunnen maken. Lijkt me echt ja. Vet. Ja, als hij een keer tijd heeft, prima. Maar ik moet eigenlijk gaan. Ik wil dingen regelen voor het feestje, dus ik zie jullie later. Oké, gaat het. Oké, later. Doeg. Ja, later. Waarom snappen ze me nou niet? Omdat je anders bent. Maar ik wil wel andere dingen doen dan zij, maar wat als ik nou niet anders wil zijn? Maar het is toch helemaal niet erg om anders te zijn? Dan steek je juist boven de massa uit. Maar wat als ik nou bij de massa wil horen? Waarom zou je dat willen? Nou, gewoon. Dan kan ik met een date naar het feest.
Nu moet ik helemaal alleen of gewoon helemaal niet. Ik ga denk ik ook maar gewoon niet vanavond. Soms wil ik gewoon even de tijd stilzetten. Gewoon de dingen die ik leuk vind. En daarna pas naar de anderen toe. Naar een film die zij leuk vinden, want dat is gezellig of zo. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Zal ik anders dan even langskomen? Ja, gezellig. Ja? Moest dat nou met Anouk? Wat? Zo afkatten. Afkatten? Ze heeft Anouk niet afgekat? Nou ja, ik bedoel... Sorry hoor, maar ze maakt het er gewoon zelf naar. Maar wat deed ze dan? Ja, gewoon... Anouk is altijd vaag. De enige reden dat ze bij ons is omdat jij haar wel aardig vindt of zo. Maar ze doet toch niks verkeerd? Ze is af en toe gewoon een beetje stil. Ze is lijp. Ik vind het niet erg dat ze er vanavond niet bij is. En al zou ze er zijn, ze komt toch gewoon zonder Kate? Ja, en dan gaat ze het met ons zitten. Kan ik geen lekkere wijven fixen hoor. Je bent mijn date vanavond, hè? Jij gaat dus echt niet met andere meisjes dansen. Moet jij eens even opletten, of gaan wij lekker tong vanavond? Kom nou, als er Noek erbij is, dan hoef je toch helemaal niks van haar aan te trekken? Nee, maar ze voegt niks toe aan de avond, tenzij het een hippiefeest is waar ik echt helemaal niks van af weet. En zelfs dan, het is bij Louis thuis. Als ik haar meeneem, maak ik nooit meer kans. Maar je bent wel mijn date, je mag echt niet met andere mensen gaan dansen hoor. Ja, het gaat toch niet meer mee. Maar maak het uit. Ik vind gewoon dat jullie te onaardig tegen haar zijn geweest. Ja, dat valt wel mee. Plus, ik wil ze veel liever breien dan bij ons zijn. Dus, laat het gaan. Boeiend. Als zij lekker breien, kunnen wij lekker feesten. Maar dan kunnen we niet over de jurkjes gaan praten. Louietje! Oh, Dibbes! Wat doen jullie bij mij thuis? Je moeder deed open, ze zei thuis te komen. Ja, je vertrok eens op het terras en we dachten dat je wel naar huis zou gaan. Ja, ik ben nog even naar het strand gegaan. Oh, maar hey, we dachten we gaan wat leuks doen. We hebben geen school meer. Ik moet eigenlijk nog een paar dingen doen voor het feest. Ah, oh, kom op man. Ga zitten. Okay. Ah joh, laat die partspellen dat gewoon voor van je doen. Ah, die doet al zoveel. Ik moet eigenlijk ook zelf gewoon een paar dingen doen. Maar je vader, heeft hij niet net een nieuwe Land Rover? Ja. Kunnen een ritje maken toch? Nou, heb jij een rijbewijs? Ik niet. Ja, boeiend. Ah, je wil gewoon het leuks doen. Kart of zo? Ja, zou kunnen. Oh ja, maar ik ben portemonnee vergeten. Zou jij... Ja, is goed. Ik betaal wel. Maar nee, ja, sorry gasten. Ik moet echt nog heel veel doen. De cateraar komt zo, ik moet mijn outfit nog halen. Ja, het gaat er gewoon niet worden. Sorry. Ja, maar nu kunnen wij ook niks leuks doen. Ja, sorry gasten. Kunnen we niet anders even je golfpasje lenen? Kunnen we nog even de baan op? Nee, dat kan ik echt niet maken. Als ze daarachter komen, heb ik echt een probleem. Kom op man. Oké. Okay. Maar jullie doen wel voorzichtig, hè? Gast. We doen niets, echt niet. Oké. Okay. Wat is er? Ja, wij hebben geen golfclub, dus... Oh, chill. Dank je, man. En tot vanavond. Ja, tot veel van. Later. Later. Hey, Noekje. Zusje, hoe is het met je? Goed hoor. Ja? Ja. Ik zeker dat alles goed gaat? Papa en mama zijn niet vanavond, dus we hebben geld om pizza te bestellen. Oké. Eentje met alles? Prima.
Weet je zeker dat alles goed gaat? Ik denk ja, zo, Jezus man, er is niks. Er is echt niks. Vanavond ga je niet aan het feest denken, oké? Oké. Hoe gaat het trouwens met die sjaal die je voor je moeder aan het breien bent? Ja, gaat wel. Maar wordt blauw. Ja, donkerblauw, maar niet te donker. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, hè? Maar ben je al ver? Nou, ik ben nog niet begonnen, maar mijn moeder is volgende week pas jarig, dus... Oh, maar dan heb je alle tijd. Ja. Weet je, ik had eigenlijk wel gewoon naar het feest moeten gaan. Maar waarom zou je naar een feest gaan met mensen die je hebben laten vallen? Ja, ze hebben me laten vallen, maar misschien was het wel leuk geweest. Ik denk dat je er goed aan doet om hier te blijven. Maar ik snap Linda ook gewoon niet, weet je. Dat ze zo meegaan met de rest. Zo stom en onaardig. Dat is mijn beste vriendin, weet je. Maar ik ben er nu toch? Jawel, maar ze deden gewoon zo onaardig. Ja, ik vind andere dingen leuk dan zij, maar ze hebben me nu gewoon laten vallen. Anouk. David, wat doe jij hier? Wat is er nou, meisje? Is er iets met school? Nee, ik zei toch dat er niks is. Anouk. Ga weg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can put me in and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Weet je best, wat is er met Anouk aan de hand? Wat bedoel je? Ze is in... That girl's gonna make me fall. Ze is helemaal overstuur, wat hebben jullie met haar gedaan? Wie is Wit? Ik ben de broer van Anouk. Anouk van... Ja, die Anouk, ja. Hoor je ook bij dat groepje? Anouk moet willen dat ze bij ons groepje hoorden. Wat, waar heb jij het over? Ze is helemaal overstuur. Hebben jullie haar gedumpt of zo? Ze heeft verteld. Is hier aan de hand? Anouk heeft lopen klikken bij haar broer. En jij bent de broer?
Luister, ze doet het echt zelf. Ze is echt vervelend. Hé, hey, je hebt het wel over mijn zusje, hè? Maar dan weet je toch gelijk hoe ze is? Zeg maar lijp, joh. Het ziet er niet uit. En jij moet helemaal je bek houden. Je raakt je niet aan. Hé, hey, je houdt je bek over mijn zusje. Flikker op, man. Wat was dat dan? Anouk is gaan lopen uithuilen bij de bord. Ze gaat dood zijn. Jongens, er is toch helemaal niks gebeurd? Niks gebeurd? Heb je niet gekeken? Ze heeft gewoon die klootzakkoppels afgestuurd. Als jij liever je geitenbollen zoekt op een eentje verdeelt, moet je dat doen. Maar zoek dan wel andere mensen. Hop, lekker hop!